Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Als eerste, Jasper, van harte gefeliciteerd met jouw t-shirt van de free giveaway van vorige week. Hier zie je hem. Hij is er hartstikke blij mee. En ik hoop dat je er veel runs mee gaat doen, jongen. We zijn vandaag bij de Ronde van Stiens. Wij gaan hier de 6,2 kilometer rennen. En ik ga alvast op naar de start om mijn nummer op te halen. En we zien elkaar bij de start. Tot zo. Nou, we zijn aangekomen bij de start. En we gaan maar eens even beginnen met de 6,2 kilometer Ronde van Stiens. Thank you.
Nou, we zitten nu op de 3,4 kilometer. We zijn lekker over de helft. Het is ja, mooi gebied hier, Stiens. Ik had gelezen dat het een graadje of 15, 16 is. Nou ja, als je aan het rennen bent, voelt het altijd wat warmer. Maar blij dat in ieder geval het zonnetje niet al te hard schijnt. Ik heb nog ongeveer ja, nog iets minder dan 3 kilometer te gaan. En dan ben ik er alweer. Ik heb vandaag een iets kortere route genomen dan normaal. Is ook al even een keer lekker. En nou ja, wij gaan door naar de finish. En wij zien jullie daar. Thank you.
zijn er bijna. Finish is in zicht. En ja, dan hebben we de 6,1 kilometer erop zitten. Gaat-ie! 33 minuten. En hij zit erop. De 6,1 kilometer. Heerlijk. Ik voel me goed. Ik voel het lekker. We gaan even een medaille halen. En wij gaan naar de afsluiting. Tot zo. Dit was hem dan, de Ronde van Stiens, de 6,1 kilometer. Het was een lekkere run, ik heb heerlijk gerend. En wij gaan lekker even een sigaartje roken en een biertje drinken zoals normaal. Ik heb vorige week een klein foutje gemaakt, want ik dacht dat ik deze week naar de 4 mijl van Assen en de 8 van Drachten ging. Maar dat is volgende week. Ja, als je zoveel runs doet, dan vergeet je wel eens even wanneer en waar je moet rennen. Nou, wij zien elkaar de volgende keer weer. En dit keer wel bij de 4 mijl van Assen. Ik zeg tot de volgende keer en proost.